Hallo creatievelingen, ik weet dat jullie erom gevraagd hebben en vandaag ga ik jullie het laten zien. Ik ga jullie laten zien hoe ik zelf merengue botercrème maak. Dit is een van mijn lievelingsrecepten om zelf taarten mee te versieren. Super lekker. En dit is wat je ervoor nodig hebt. Ik heb 250 gram bronboter, 125 gram eiwit, 250 gram suiker, een snufje zout, ik gebruik mijn standmixer en een handmixer. En ik ga een pannetje op het vuur zetten om aubergine te koken. Nou, ik heb dus een pannetje op het vuur staan. En daar gaat dus mijn kom gaat hierin. En als dat mijn vuur aan is, dan ga ik langzaamaan mijn eiwit kloppen met het suiker. Totdat het helemaal opgenomen is. Dus helemaal, en dan doe ik er ook een snufje zout bij. Dus ik heb er ook ongeveer een mespunt aan zout bij gedaan. Dat is wel belangrijk om de zoete smaak te neutraliseren. En ook een klein beetje citroensap kun je erbij doen, maar dat is niet per se nodig. Dan ga ik het langzaamaan verwarmen totdat het boven de 65 graden is. En ik geen korreltje suiker meer voel, zoals ik dat nu doe. En nu verwarm ik het gewoon. En klop ik het gewoon totdat het een mooie massa is. En dan klop ik gewoon totdat het een mooie massa is. Ik laat het nu gewoon verwarmen. Tot het boven de 65 graden is. Dat is wel belangrijk. Zeker ook omdat ik zwanger ben natuurlijk. En het is wel fijn om even een thermometer te gebruiken. Dat je echt boven die 65 graden bent om die bacteriën dood te hebben. Dus laat het gewoon eventjes opkloppen tot het goed warm wordt. Nou, als de temperatuur dan goed is, kunnen we hem van het vuur afhalen. En dan ga ik hem zeker een minuut of 5 koud kloppen. Gewoon met de handmixer. En je zou hem dan door kunnen blijven kloppen met de handmixer. En dan de boter erbij gooien. Maar ik heb een standmixer. Ik vind het wel makkelijk om te gebruiken. Kijk, nou is hij eigenlijk klaar. Je ziet dat het een mooie, dikke massa is geworden. En als ik nou dus de hendels eruit trek van de mixer, dan zie je ook dat het pieken geeft. En dan is het tijd om hem in een andere mixer te doen. Of je kunt dan langzaamaan de boter gaan toevoegen met de handmixer. Dus je hebt geen standmixer nodig. Maar ik doe dat wel, omdat het makkelijker natuurlijk is. Nou, dan zet ik gewoon mijn mixer aan met de botergarde erin. Dus met de bisschopsklop, volgens mij, zo heet het. En dan ga ik langzaamaan de eerste boter fijn snijden. En dan ga ik blokjes eraan toevoegen, langzaamaan. Je kunt er ongeveer 375 gram boter aan toevoegen, maar ik vind 250 gram boter zelf lekkerder. Dat is het originele recept, 1, 2, 3. Maar ik vind dit het fijnste. Nou, wat ze dus met 1, 2, 3 bedoelen is, je doet 1 deel eiwit, 2 delen suiker, 3 delen boter. Dus kun je zoveel maken als je zelf wilt. Stel je pakt 200 gram eiwit, dan pak je 400 gram suiker en 600 gram boter. Ik vind het, meestal doe ik dat met het meer boter er maken als ik op cupcakes wil spuiten, zodat ik wil dat het wat steviger blijft. Dus dat is een goede tip. En je kunt ook iets minder suiker toevoegen en dan wat honing toevoegen en citroensap toevoegen of eigenlijk van alles. Nou, halverwege het kloppen, dan zal het net lijken of het gaat schiften. Dat zal ik je zo natuurlijk even laten zien. Dat is helemaal niet erg, dat krijg je met een handmixer ook. Het kan echt helemaal gaan splitsen. Maar als je dan door blijft kloppen, dan wordt het langzaam en echt één mooie botermassa. En dan krijg je echt een hele mooie boterkraam. Dit is echt mijn favoriete recept. Kijk, het ziet er nog net uit of het geschift is. Dat is helemaal niet erg. Gewoon door blijven kloppen. En dan langzaamaan wordt het vanzelf één dikke boter. Crème. Deze botercrème smaakt echt naar slagroom. Kijk, en hij is nou eigenlijk klaar. Je kunt nog wat langer opkloppen om wat luchtiger te maken. Maar ik vind hem zo eigenlijk wel goed. Hij is super mooi om te spuiten en hij smaakt super lekker in heel veel varianten. De mokka variant ben ik helemaal gek van. Ook chocolade erbij of bastonjekoekjes. Oh, dat is... Ja, dit is gewoon echt mijn go-to botercrème. Hier heb je echt geen pakje voor nodig. Ik vind dit gewoon het makkelijkste. Nou, dan schraap ik natuurlijk alles bij elkaar. En in een spuitzak. Ik zal jullie ook even laten zien hoe mooi die opspuit. Dit is een zebra cake die ik gemaakt heb voor de gender reveal cake. En als je wilt zien hoe ik die gemaakt heb, zal ik een linkje ook even onderin voor jullie zetten. Kijk, en dan spuit ik gewoon rosette op. Dus ik begin in het midden en dan doe ik gewoon rondje draaien. Als je ziet, het is een super mooie botercrème. Hij is ook mooi wit. Ideaal om een taart mee te glazuren. Heerlijk. Hij kleurt ook heel goed als je hem kleurt. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik kijk natuurlijk ook naar mijn gender reveal video van afgelopen dinsdag. Waarin ik laat zien hoe ik deze taart gemaakt heb. En natuurlijk wat ik voor kindje krijg zo meteen. Aangezien ik zwanger ben. Nou, ik hoop dat jullie van genoten hebben. En ik wens jullie een hele fijne dag.